Ja, en toen Bas mij vroeg om het te openen, ik vond het eervol ook ontzettend ingewikkeld. Ik denk, hoe ga ik het doen? Ik dacht, ik moet minimaal een analyse maken van zijn foto's. Ik denk, maar ik had niet bedacht dat er 10.000 foto's waren. Ik heb echt de s'nachts van wakker gelegen, ik heb er echt zoveel gezien. En dat is een soort verslaving. En ik probeer ook een beetje uit te vinden van wat doet hij nou precies? Hè? Waarom blijven foto's van Bas heel erg bij? En ik ga dadelijk een soort analyse met u doornemen. Ik heb wat foto's gemaakt van de foto's. Hele slechte kwaliteit. Dat heeft meer te maken dat ik niet goed naar PowerPoint om kan gaan. Maar ik neem u daar mee op reis. Langs de foto's van Bas. Als ik klaar ben met mijn praatje, dan... wat is het? Kun je het goed horen, Bas? Na mijn analyse krijg ik een sleuteloverdracht. Want de Studio Lissabon is van Nora Bogers, dat is mijn zusje. En die gaat vandaag de sleutel overdragen aan Bas. Want Bas gaat hier eigenlijk een soort gastje fungeren. En als Nora de sleutel heeft overgedragen aan Bas, zal Bas die sleutel weer teruggeven aan Nora, want Nora blijft gewoon de baas. Dus dat is dadelijk het feestelijke moment, hè? Ik ben ontzettend blij dat ik een technische ondersteuning heb van Gert. En Gert gaat echt de knieën voor mij en hij zal op mijn knikje naar de volgende dia gaan. Ja, ik ben wel toe aan de volgende dia. Ook wat wat drinken? Ja. Heb je een droge stem? Ja. Doe maar cola. Doe dan maar iets alcohol. Oké. Deze foto heeft Bas niet genomen. Dit is Bas. En Bas is van de straat. Bas is echt van de straat. Daarom maak je ook de mooiste foto's op straat. En eigenlijk symboliseert deze foto ook heel veel van de jeugd van Bas. Bas heeft gewoon een rot jeugd gehad. Die is echt, hij heeft gewoon heel veel pech gehad. Hij was 9 maanden toen onze moeder overleed. Hij ging daarna naar het kinderthuis van Zusters van Liefde. Nou, die waren de liefde echt kwijtgeraakt, dat kan ik u verzekeren. Toen kwam hij terecht in de mislukte huwelijk van mijn vader. En we kregen te maken met een gewelddadige stiefbroer en stiefmoeder. Maar dat zijn allemaal wel papieren die je nodig hebt om heel creatief te worden, weet ik. Eigenlijk met honger en angst vluchtte hij vaak de straat op. En ik weet die straat ook goed te herinneren. Weet je nog een straat, zeker in deze tijd van zomervakantie. Ik weet een straat te herinneren dat alle vriendjes waren op vakantie. Het was helemaal niks. En wij liepen alleen op straat. Was natuurlijk alleen op straat. En die verveling, daar kom je op heel veel ideeën volgens mij. En dat krijgen we allemaal terug via de foto's die Bas ooit gemaakt heeft. Hij heeft eigenlijk allemaal heel knap overleefd. En doen we de volgende. Bas die heeft eigenlijk zijn overlevingsmechanismes, heeft hem eigenlijk een heel bijzonder mens gemaakt. En ook een bijzondere straatfotograaf. Daarom is Bas niet zomaar een fotograaf, hij kan ook heel dichtbij komen als fotograaf. En ik denk ook, de volgende, ik denk ook dat hij met zijn humor, dat is een belangrijk overlevingsmechanisme. Maar ook een manier om dichter bij mensen te komen en mensen afstand te houden. En in al zijn foto's, zit die humor zit erin. Maar ik zie ook heel vaak mensen kijken naar jou, Bas. En eigenlijk, wij hebben in Arnhem gewoond. We hebben echt bij onder dat geweld geleefd. We hebben alle twee geleerd. Eén ding, iemand die lacht, slaat je nooit weg. En dat is heel belangrijk gebleven voor ons twee. Ik heb Bas ook gevraagd, maar ik ben er bang met de verkeerde dingen gezegd. Ik heb gevraagd, Bas, wat is het nou precies, die foto's maken? Hij zegt er zelf over, het is eigenlijk een ziekelijke behoefte om mooie momenten te bewaren en te sparen. Ik heb ook gevraagd, was dan jouw mooiste foto? En echt een heel, ik vond het zo'n mooi antwoord. Echt zoiets van, net of je een mediatraining had gehad, vond ik zelf. De mooiste foto die moet ik nog maken. Ik heb dus die 10.000 foto's bekeken en ik heb een selectie gemaakt en er hangen ook een aantal hier. Maar ik doe even mijn analyse over jouw foto's.
En ik zei, ze zijn soms onscherp, maar dat komt door mij. En ik kan je ook verzekeren, ik werd er gek van al die foto's. Ik heb vanmorgen nog foto's weggegooid en teruggedaan en terug en weg. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Dus eigenlijk vind ik ook wel, ik ga ervan uit dat na deze expositie dat dit je definitieve doorbraak is. En dat er een boek gaat komen met al je foto's. En dat in ieder geval mensen die bij de Bruna op Centraal komen, zeker niet erbij kunnen zonder dat boek. Dat weet ik zeker niet. Nou, dan ga ik met mijn analyse beginnen. Bas die maakt wel eens foto's waar ik van denk van ja, ze weten ervan. Ik vind, ja, soms zullen ze in scène gezet, maar mensen doen alles wat jij vraagt eigenlijk. Hè? Dus soms die hele rare foto's denk ik, nou ja zeg, maar ze doen wat jij wilt. En met name in... Niet al die foto's zijn bekend. Niet alle foto's zijn bekend. Oh, je hebt er nou spijt van. Maar heel vaak zie je op de achtergrond van een boekenwinkel of een tijdschriftenwinkel en dan heeft iemand gewoon gepakt. En die kunnen geen nee zeggen. Maar dit is er ook eentje van, volgens mij. Ja, Evelien, wat ben je? Heb je jezelf herkend? Dat valt nog niet mee, zo denk ik. Oké, de volgende. Ik heb ook gevraagd, wat was nou jouw allereerste foto? Dit is de eerste foto die Bas gemaakt heeft. En sindsdien heeft dit eigenlijk niet meer losgelaten. Oh ja, dit is een soort naaktfoto. Ik heb echt moeten zoeken, maar eigenlijk is het enigste zelfportret dat ik heb kunnen vinden. Ik vind hem heel erotisch, heel persoonlijk. Ja. Ik ben blij dat je de onderkant van afgekund. Ja, ik moest wel wat weglaten. Ja. Niet veel, hoor. Oh, dit valt heel erg op. Als je de foto's van Bas bekijkt, zijn heel veel foto's met hele sterke kabels eromheen. Of het is een muts, of het is een raam. Die lijnenspel is ontzettend belangrijk. En deze ja, vind ik legendarisch, omdat op dat tekentje van niet roken, dat zou ik bijna vergeten. Maar hoe hij kijkt, ik had het net nog even met familie over, met Jorn. En hij doet denken aan een schilderij van Van Gogh, geloof ik. Hè? Ja, Rembrandt, maakt mij niet uit. Iets met een parel, volgens mij. Rembrandt, van hoe hij kijkt. Hij kijkt, ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik heb met een foto denk van waar gaat hij heen? Wat heeft hij meegemaakt? En je ziet gewoon, hij heeft gewoon echt iets meegemaakt. En hij kijkt naar Bas en hij denkt, oké, de volgende. Ja, treinende is wel iets waar Bas een zwak weet. En als je heel goed kijkt, dan zie je daar Beatrix zitten. Ja. En Beatrix wordt echt betrapt. Sommige foto's, Bas kan mensen betrappen soms met foto's. Ja. Ja. Met die lamp uit. Oh, dat scheelt soms wel weer. Deze man. Alles. Diegene die op het scherm schijnt, lijkt mij. Oh ja. Maar goed. Hier zit Beatrix, vermoeid, ze zwaait niet meer en er zijn meer foto's dat mensen uit de trap. En er is nog eentje met een trein. Ja? Deze, en die vond ik ook mooi. Is niet zo heel duidelijk, maar in het echt wel. Hè? Maar wat ik zo mooi vond in deze foto, dat meisje dat kijkt naar Bas en die vindt het wel oké. Want ik zou denken van, ik zou mezelf soms veel trap voelen als jij foto maken. Ja, iedereen pikt het van Bas. Ja? Oh ja, je zou denken, blauw is betrouwbaar. Hier is de parlementaire journalistiek loopt hier op het Binnenhof. En het blauw is echt zo, hè? De pluralisme blauw is betrouwbaar. En als je de volgende kijkt, dan twijfel ik gewoon of het echt wel betrouwbaar is. Ja? Oh, nou ja, dat kon natuurlijk niet ontbreken. Jeden, jij komt echt zo ontzettend veel. Van die 10.000 foto's zijn er ongeveer 999 van jou. Echt belachelijk veel. Dat is Jaden. Jaden, serieus. Wat fijn, ik heb deze gekozen en er zit een droste. Weet je, ken je wat het droste effect is? Ja. Ja? Nou, dat is dit er een beetje. Ik vind het mooi. Ik zit te wachten tot er nog eentje bij komt. Om hoeveel jaar doe je dit, Bas? Ieder jaar. Ja, we zijn een beetje vergeten dit. Klopt dat? Ja. Ja, vorig jaar. Ja. Oké. Okay. Nou, ik blijf volgen. Ja. Maar het is heel mooi, de liefde voor Jeden. Oh, kom op. Op school was het altijd heel fijn dat ik altijd dezelfde fout maak. Dat is heel opzichtig. We begonnen de volgende. Oh ja, dit is, daar kwam ik achter. Ik denk, ja, ik ga toch op zoek naar de afwijkingen van mijn broer. Mijn broer heeft een afwijking. En sommige autistische mensen hebben het ook.
En je ziet soms ook wel eens als je door een wijk rijdt, dat sommige mensen hebben soms twee dezelfde bloempotten in hun raam. Ken je dat? Ja. Veel mensen die twee dezelfde dingen moeten hebben. Nou, was die is heel gevoelig voor mensen die hetzelfde aan hebben. Maar deze is wel heel mooi, hè? Ze hebben ook alle twee. De zonnebril op. Ze hebben altijd de zonnebril op. En ook die twee honden, die lijken eigenlijk ook wel op de eigenaars op deze manier. Maar er kwam eigenlijk, toen ik dat opzocht, kwamen er steeds meer foto's die 2 en 2 gemaakt zijn. Dus een collage, kijk. Ik heb erover nagedacht, hè. Alles moet kloppen. En dan dacht ik, oké, deze dames die hebben al twee een kartje, dus dat is dan, dat klopt dan. Twee dezelfde truien. De stewardessen, er komt heel veel voor in de foto's van de stewardessen. Heb je een zwarte stewardessen? Nee, een uniform. Oh, je hebt straks een uniform. Oh, oké. Okay. Dat is een helder verhaal. Maar, rugzakjes. En ze zijn daar allemaal van achter genomen. Ze zijn allemaal van achter. Floor, waar ben je? Oh, Floor. Wie was Floor? Floor. Floor. Florien. Ja, nou, is wel goed. Komt dan later. Wat? Nee. Floor heeft een uniform? Nee, die zegt wel echt vaak foto's van achter maken. Je hebt gelijk, Floor. Waar ben ik? Zie je? Oh, daar. Nee, jij van achteren. Vind je het eigenlijk doorgaan? Ja, nee. Ja, oh, ja, deze, soms heeft het ook iets macabers in de foto's. Deze hangt hier ook. Eigenlijk is het, deze zit ook zo raar, want die wat oudere vrouw wordt echt uitgenodigd om voor de trein te gaan springen. En dan wordt blij met mensen die dan eigenlijk weer uit gaan strak zijn. En deze vind ik ook, die hand hier is totaal niet liefdevol. Er wordt gewoon echt iemand geduwd. Voor het einde van de roze. Daar moest ik over nadenken. Ja? Oh ja, deze man die moest erbij. Ik ken die man, Bas? Ik heb hem één keer een compliment gegeven dat hij stijl is. Ja. Hij heeft echt stijl, maar hier op die foto zie je dat hij dus hij rookt. En ik heb het idee dat hier iets misgaan is met rook. Ik weet niet of jullie. Nee, dat is een fietser tegen me aangereden. Wat zeg je? Dat is een fietser tegen me aangereden. Of een fietser in hoekschop. Oh, oké. Okay. Maar dat er ook wel steeds een paal bij staan, dat begrijp ik niet helemaal. Kort paal staan. Oké. Okay. Kan niet. Paal staan. Nou ja, ook van achter genomen. Soms valt het hier een beetje recht in je kont. Dit is natuurlijk een legendarische foto. De Baudet scène en dan van de kant waar niemand het ooit genomen heeft, voor mijn gevoel. En ja, deze man, fantastisch, heeft hij hem betrapt. Deze kop mocht ook niet ontbreken. Ik heb zelfs een keer horen zeggen dat het een officieel een Bas Bogeriaans foto's genoemd. Bas is echt op bushokjes en liefst met billboards erbij die dan een soort ene over het theorie stelde. Dat die man zo intens met die vrouw kijkt. Ja, deze vind ik ook heel mooi. Echt alsof ze net op die auto lag en daar dan naar de bus wegging. En deze is dan weer eigenlijk dan weer een soort combinatie van die stereo. En hier zie je dan dat die twee mensen hebben niet hetzelfde aan, ze hadden een buslokje, maar ze doen hetzelfde. En als je hetzelfde doet, is ook weer dubbel, dan kan je het pak ook. Ja, oké. Okay. Ja, pas die fotografeert links en rechts. Soms echt ook actie-demonstraties en zo. Wow. Ja, een portret en mensen laten zich heel makkelijk jou fotograferen. Ik snap het niet. Nee. Volgende. Ja, dit is ook. Bas heeft ook een, volgens mij een soort zwak voor vrouwen in de overgang. Of in ieder geval. Ik zie heel veel foto's van wat oudere dames. En dan ook op liefst grijs. En dit stuk is echt geweldig. Maar ook vrouwen die dan opeens meen als ze samen uitgaan dat dezelfde aan moeten trekken. Die zijn ook. Daar is ook goed voor. Nou ja, en deze vind ik ook wel mooi. Denk ik, ja, als je een jurk hebt en zo'n telefoon en zo, ja, dan moet je de foto nemen. Ja, ja, Bas doet heel veel dingen uit de hoogte en dat is niet altijd zonder gevaar. Maar moet je zien hier echt, Bas werkt ook met een drone en even een keer heeft hij die drone daar neergezet. Ja, op het dak. En toen moest de brandweer
Heeft jou eigenlijk geld gekost dat die drone afgehaald werd? Een HEMA cadeaubon voor de brandweer, een taart. Oh, oké. Okay. Dat is niet te vliegen. Dat is goed. Oh ja, dit is een van, ja, dit is echt, daar ben ik een liefhebber van. Deze is zo ontzettend mooi en het ontroert mij, want die vrouw die is net zo eenzaam als dat bloempje. En dit is echt zo mooi. Waar was dat, Bas? Theresiastraat. Oh. Ja. En dan blij dat je toelicht. Ja, okay. Ja, het heeft ook maar net een hoekjes neemt, hè. Want ik heb deze foto een paar keer te kijken. Nee, eigenlijk stelt het helemaal niet voor. Maar als ik vanaf hier die foto had genomen, is niks aan de hand geweest. Het is maar net hoe je naar dingen kijkt. En dat is elke keer heel opmerkelijk bij de foto's die je was. Die kan zie je wel dat gezicht. Ja, hier wel. Dat klopt. Absoluut. Dus net vanuit welk hoekje kijken. Ja. Nou, je hebt niet veel te zeggen, maar je weet gewoon, als het omgekeerd was, was het geen goede foto geweest. En nou is hij dat goed. Ja, oh, ik ben dol. Er zijn ook heel veel van. Dus vrouwen de overgang, vrouwen grijs. Maar vrouwen met afgezakte pantykousjes. Heb ik ook heel veel gezien. Op een of andere manier wint het jou ook, denk ik. Ik weet het niet. Ik vind ze echt geweldig. En wat ik ook heel erg mooi vind, ja, gewoon het regenkapje. Je ziet ze amper, maar ik vind ze zo echt erotiserend werk. Heel erg mooi. Ja. Ah ja. Dit is echt. Ken jij die vrouw? Ja, die zit bij onze zus. Kijk. Ja. Dit is geen straatfoto trouwens. Nee, het is een overdekte foto. Overdekte foto. Maar je ziet aan de foto dat jij die foto mag nemen. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ja. Als je hoog woont, dan kun je mooie foto's maken. Ik vond mij vanaf je flat genomen. En wat ik dan zo subtiel vind, is van, dat er dan toch echt zo'n vogel. Ik dacht eerst van, het is geen plek, maar dat er op een vogel links zit. Heel mooi. Ja, sommige foto's zijn niet zonder gevaar. Want ik dacht echt, toen je deze foto nam, van dat je dat mocht. Dat mocht jij? Ja, ik maakte eerst een foto, toen zagen ze mij. En toen lachten ze en toen gingen ze zoenen. Toen maakte ik nog een foto. Schiedam. En deze stond een beetje eng eruit. Dat zijn Oeigoeren. Oeigoeren, ja. En ze lachten naar jou en liggen en een mooie foto maken. Dat is een scène gezet. Een scène gezet. Nee hoor, nee. Oké, hij was gewond. Nou ja, goed, jij zag dat gewoon aankomen van die theelijstjes, dat ze nu al waren. Ja, dat zijn de eerste theelijstjes. Ja, in Nederland. Oké. Okay. Ik heb er al zo'n heel veel gezien, ik heb gegoogeld en zag ook, jij wordt heel veel gebruikt, jouw foto's trouwens. Worden heel veel gebruikt, ja, in heel veel media. Nee, zelf niet, maar in heel veel media. En voor mij is het logisch is wat. Want kijk, als je naar de dikke foto kijkt. Dit is een prachtige foto als het gaat om een campagne, een 5-1 campagne op obesitas. Maar hij is ook nog een keer heel mooi tegelijkertijd en niet belerend. Die tweede foto, iets over kinderarbeid, zou je zo kunnen gebruiken. Dat McDonald's eigenlijk heel slecht is, en vies is, dat zeg ik ook nog zelf. En deze, ja, die is al heel lang geleden, maar die was zo mooi. Jij maakte die foto en daarna ging de boel failliet. En die foto's toen heel vaak gebruikt. Dan vraag ik me af of jij ook foto's kan maken waar daarna iets failliet gaat, of daar verband is. Ja, ik ben ermee gestopt. Je bent ermee gestopt, oké. Okay. Okay. Dan gaan we langzaam zeker naar de laatste foto's. Er zijn ook heel veel van. Bas kan foto's maken en dan gaat het eigenlijk over twee werelden. De bestaande wereld en de posterwereld, de fotowereld. En loopt soms met elkaar over. En ik blijf gewoon geloven dat zij eigenlijk eerst in die poster stond en nu niet meer. Je blijft kijken. Ja, dit echtpaar, dat heeft mij, die hangt ook volgens mij. Die vrouw indigeert mij zo ontzettend. Ik wil zo graag weten wat er met haar aan de hand is. Je ziet allemaal van ja, die vrouw die lijkt zo erg. Het gaat gewoon niet goed met hem. En dat gesprek wat ze met elkaar hebben, jij weet niet wie het is. Nee. Ik weet niet wie ze zijn. Ze hebben ook naar je gelachen toen je foto maakte? Nee. Ze hebben het niet. En dan ga ik naar de laatste foto van mij. Oh nee, ja, deze. Deze vind ik. Voor mij de allermooiste foto, in de allermooiste. Omdat je afvraagt naar wie is hier eigenlijk de boef. Ik vind hem zo, het is zo'n gemene foto van iemand die iemand naait die eruit naait. Ik vind hem fantastisch. Ja? Ja, deze foto is de laatste foto. Die heb ik thuis hangen.
Omdat die, ja, daar kom je niet op te zeggen, die is gewoon zo ongelooflijk prachtig mooi. En die hangen nog veel meer foto's. Dat is maar een kleine greep eruit. En een analyse waar je verder ook helemaal niks aan hebt. Maar ik ben wel ontzettend trots op mijn broer dat hij zulke mooie foto's maakt. En ben ook heel trots dat er nu een hele mooie fototentoonstelling hier is. En ook dat een nieuwe galerij is die ik nu officieel ga openen. En we openen het symbolisch. Wat ik eerder graag een hartelijk applaus voor Bas en Nora. Ja, ik moet alles volgen. Ik had geen idee, ik had helemaal geen idee dat ik mijn familie kon registreren, maar oké. Officieel, Nora, kan je nog even zeggen over deze galerie, wat landgroepen? Het was een galerie waar verschillende kunstenaars exposeerden en waar ik ook mijn eigen meubels tentoonstelde. Oké, maar de meubels die blijven nu weg? Of? Ja, die staan nog. Oh, oké. Een soort combinatie. De mensen komen voor de foto en gaan met meubels weg. Pas ook als ze meubels komen kopen, maar dan foto's maar weg. Wil jij iets zeggen? Ja, ik wil nog wel wat zeggen. In ieder geval wil ik... Nee, maar wacht. Jij gaat ze kopstuk terug, kopstuk terug. Het was nog even het idee dat ik de sleutel overdracht deed, maar dat ging opeens zo snel dat ik het niet meer heb gehoord. Oké, opnieuw. Nu even een heel belangrijk moment, de sleutel overdracht. Oh ja. Heb jij de sleutel? Had ik? Nee. Oké, geef ze aan Bas. Heel langzaam. Ik hoop dat je huisvader wordt een galerie van zorgen. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Nou ja, applausje. Ik vind dat het slotwoord krijgt Bas. We zouden nog muziek hebben van mijn ex-collega. Die is het vergeten. Die is het vergeten, ja. Het van, ik heb ons meegemaakt dat hij gewoon bij een verkeerde schouwburg stond. Ik vind het nog echt meevallen. Maar dat hou je nog te goed. Heel veel geluk en het laatste woord is aan Bas, alsjeblieft. Ja, ik wil graag iedereen bedanken. Bedankt. Ja. Speciaal wil ik natuurlijk Nora bedanken dat ze vertrouwen heeft in mijn galeriehouderschap. Weet ik dat nog? Ja. Geldof. Waar is Geldof? Geldof, heel erg bedankt. Hij heeft heel erg hard meegeholpen om het hier in te richten. Samen met Nora en Jalien. Is Jalien daar? Even springen, Jalien, dat iedereen je ziet. Ja, die zijn dus ongeveer 3 maanden bezig geweest om alles op te hangen hier. En die wil ik heel speciaal bedanken. En natuurlijk mijn familie. Heel erg bedankt. En speciaal Marcelino. Dat is mijn broer. Ja. Dank jullie wel. Ik ga een toilet daar genoeg en in de andere ruimte is ook een toilet. De eerste 3 drankjes zijn gratis met Prosecco en daarna mag je zelf betalen. Is dat goed? Hoi.